krijg je die touw zo in de knup. Even hem toeschouwers. Top man. Ik denk wel gek van te worden, als ik daar. Dat ben ik niet zo een keer wat. Hè? Ook wel heb je sporen, de autosleutel? Dat is knijpen. Knijpen, ja. En Kijk maar uit, dat is wel je vies, hè? Denk je dat je meer geluk hebt aan de overkant? Ja. Oh. Misschien moet je een stukje verder rijden. Oh, ik denk dat ik de emmer even ga pakken. Ja. Ja. Eens kijken man, wat een rommel er allemaal aan zit. Ja, ik weet dat. Oh. Allemaal troep, truus. Ja, maar dat is meestal, hè? Totdat we die kluis vinden, weet je? Oh, met de diamanten erin. Dat is een oude ding. Is dat geld waard? Nee. Troep. Dat ding nog steeds niet terug verdiend, hè? Wat? Ik ga even die emmer halen. Ja, zo. Komt daaruit dan? Ja, boot. Okay. Ik denk dat je alles in goede delen naar boven trekt of zo. Ja, dat denk ik ook. Daar zit ook zo'n schroothandel. Oh, nou, ik heb gelijk in leven, ja. Ja. Oh, die knoopt het toch uit? Ja. Of ik er nou de kluis aan heb. Zou leuk zijn, maar die krijg je alleen niet omhoog. Dat is wel zwaar. Of een bazooka of zo. Oh, daar komt de rest van de onderdelen omhoog. Ja. Wel, Als jij. Metaal. Nee, weet ik niet. Van oud ijzer. Ja, het is wel oud ijzer. Dat is het zeker. Au. Nou, zit het scherps aan? Altijd weer wat scherps. Gert vindt demmen. Valt er niet in. Valt er niet in, zei ik. Nou, was ik niet van plan. Ik heb geen zin om je achterna te springen. Daar reken ik ook niet op, hoor. Ik heb de trapjes al gespot, dus... Je weer trek achter. Ja, dat dacht ik ook, dat zo niet eruit. Daar is het van. Mijn eindelijke trekhaak. Nou, oud ijzer genoeg. Ja. Verder niet. Ik denk dat je een ander spotje moet gaan zoeken. Spotje op schuim? Of wat is dat? Zino. Heb je nou alweer in de knup? Je maakt een grapje, hè? Kijk. Ja, ik heb deze kant al uit. Als ik jou waarschijnlijk langs de kant teppen. Het trekt hier heel licht. Hier ligt echt heel schoon. Hallo. Als ik jou waarschijnlijk hier langs de kant teppen. Ik hou wat een heerlijke mondje. Ja, zo. Want de baas heeft zelfs gang naar binnen, hè? Is heel schoon. Magneet was zelfs schoon. Nou, dat is wel eens tijd.
Ze rijden hier wel allemaal hard, hè? Dat is echt kut, Ruud. Ga hem nou even langs de bodem trekken, via de kant. Hij luistert niet, hij luistert nooit. Stront bij mij, man. Er wordt niks, Ruud. Nee, dat weet ik. We moeten weer verkassen, ben ik bang. Dan gaan we even verkassen, dan naar huis. Ben je er alweer klaar mee? Oh, hij heeft iets. Nee hoor. Oh. Oh, wacht, wacht. Ja, ja. Dit maakt de hele dag weer goed. Oh, een euro muntje? Ja, 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 ja. Is het een euro? Wat is het? Oh my god. Oeh, wat heb je daar? Zie ik nog meer of niet? Wat? Oh nee, ik dacht dat je... Wat in de bek? Maar, oh, voor mij is 5 cent of zo. Ja hoor. Ja hoor. Het is 10 cent. 5. Ik weet niet, ik zie een grote handschoen die zit ervoor. Ja. Nou. Oh, mooi hoor, wat vondst. Ja, ja. Oh, wacht even. Wat hebben we hier? Oh. Ach, het is weer lachen. Hey, kijk, het is een pijp. Hé, hey, dat is je eerste pijp. Ja. Hij heeft een pijp. Ja. Nou. Pijp. Kijk, het is een hele drugsvoorraad. Oh my god. Nou, zie je wel, het is hier wel crimineel. Ja, toch wel. Hartstikke crimineel. Ja, waar is de crimineel aan dan? Mag toch gewoon een pijp hebben? Nou, schijnbaar niet, anders had hij hem niet in de plomp gegooid. Hè? Schijnbaar niet, anders had hij hem niet in de plomp gegooid. Misschien mocht hij niet van zijn moeder. Even het immetje wegzetten, hè? Anders is het immetje weg. Oké, ben je er klaar voor? Kijk, moet dat hier, zo dicht naast mij? Kijk, hier ligt nog al die troepen voor. Dat had ik de vorige keer allemaal aan zitten. Kijk, dat zit. Ik krijg er bijna niet af. Ja. Dat zijn allemaal kleine troepjes. Kan je niet een beetje dit... Is dat zo dicht bij mij? Kijk. Wat is dat? Het vuur gaat tussen ons ontbranden. Aha. Spark, spark. We moeten het ook goed in beeld brengen. Kijk, hij sputtert. Leg hem gewoon daar neer. Wat zit hier nou nog voor metaal aan? Dat is niet veel. Dat is het eerste stukje. Ja, dat eerste stukje, hè. Van het vuur. Als het is, dan zou die smelten, hè. Oh ja, dat is het zo. Dat is ook echt het slimste van ons twee, hè. Nou, dat gelukkig wel. Anders ging het heel slecht met ons. Dat is een leuk bootje. Zeg ja? Ja, dat is een leuk bootje. Wat oude ijzer, hè? Dat vind ik juist leuk, hè niet? Ja. Ik zou eigenlijk een beetje moeten proberen om onder die stijger te gooien. Ja, als jij dat zegt, je hebt altijd hele goede ideeën. Nee. Daaronder zei je, hè? Oh. Oh. Ik wou nog zeggen, ik bedoel niet zo. IJzeren rand onder. Ja, als je nou gewoon op dat ding gaat staan en dan gooi je hem eronder, weet je, met zo'n wuppie zo. Ja, nee. Dat je hem naar voren sweept en dat hij er dan onder gaat, dat je hem dan loslaat. Ja, en dan niet tegen die metalen. Ja hoor.
Wat heb je daar dan? Daar heb je kuur, ja. Kuur, een biertje. Oh, die ketting die is ervoor dat je hier niet de plomp in gaat. Dat moet eigenlijk dicht. Nee, jongen, er zijn bootjes aan te liggen. Oh ja. Hebben ze die dingen hier voor mij gemaakt? Dat weet ik niet. Dus hier ook, we hebben hier ook een beetje rare tekens. En wat ze hier ook hebben is poep. Kijk. Poep. En wat betekent dit? KKR, dat is niet netjes. Oh. Nou, dan gaan we dat niet. Weet toch wel wat dat is voor staat? Nee. En wat is Jojo Ziwa, whatever? Oh, dat heeft iets met een wc te maken of zo. Ze hebben hier iets met poep. Oh ja, en ze hebben hier ook iets met... Tja. Ik denk dat de jeugd hier niet veel in handen heeft. Nou, wat sta je daar gewaagd zo langs die kant, op dat balkje met die voet. Oh, dat gaat er gewoon weer erin. Wow, nou kijk. Oh, moet ik daar nou mee? Dat weet ik niet. In je emmertje doen, denk ik. Is dat een... Wat is dat überhaupt? Oud ijzer. Ja, dat snap ik, maar ik bedoel, wat was het überhaupt? Geen idee. De god! Ah, dat vind ik best atletisch. Oh, eigenlijk ben jij best atletisch. Godzonde, helemaal niks. Ik ga zo weg. Ik ben er helemaal klaar mee. Zij. Ja, de realiteit van het magneetvissen, jongens. Kut al niet. Het zijn alleen maar schroefjes en alle kniepers. Dan moet je toch nagaan, als je wel eens een keer echt iets vindt, dan ben je ook echt blij. Dat is zo ook. Verkeerde engel. Was je een mik op een vliegtuig of zo? Of? Nou, zal nog maar even ergens anders heen? Ja, naar huis of zo? Ja, mijn telefoon zegt ook. Wherever I lay my head, that's my home. Ja, dat is dus de bank. Hè? Hm? Vorige keer had ik hier best veel. Maar dat filmpje, daar kijkt niemand naar. Van afwasborstel tot weet ik veel wat. Ja jongens, de afwasborstel tot weet ik ja, wat. Ja, kijk er nog even naar. Kijk naar het filmpje afwasborstel tot weet ik wat. Toen heb ik hier al leeg gevist. Nou, toen lag er gewoon ja, maar geen als jij in je eentje hier alles leeg vist, dan. Nou. Nou, zullen we maar even ergens anders heen gaan? Ja, eerst naar huis of zo. Naar huis? Wat wil je? Ja, ik heb honger, ik wil naar huis. Wat is er toch mis met jou? Nou, ik kijk ernaar, ik kijk ernaar. Je hebt toch geen doorzettingsvermogen? Je hebt een opgevoerd scootmobiel straks. Jojo, Ziwa, skibidi. Kijk. Dat is een kutje. Jezus. Nou, bye bye.